Ik ruik hier de zee al. Nou, ik ruik niks, ik ruik niks. Jawel. Wat gaat er toch direct een enorme rust van zo'n zee uit? Hoor. Ja, schat, ja. Hoe voel jij je nou, Dolle? Of er een enorme last van me afvalt, weet je, schat. Ik heb afgesproken dat we op dit punt zouden wachten. Oh, hier? Ja, hier op deze straat. Ja. Oh, ik dacht dat jij toen zei van een bushalte. Dat is niet doorgegaan. Nee, want die bushalte is verplaatst. Die is naar een andere straat gegaan. Oh. En die man was zo vriendelijk om mij nog even te bellen. Oh ja. En als het goed is, moet hij zo komen om ons naar het vakantiekom te brengen. Nou, als het allemaal rustig is, schat. Als het allemaal rustig is, hè. Natuurlijk. Je krijgt daar echt wat je noemt vakantiedorf. Ja. En denk er nou aan, hè, dat je je niet onnodig druk maakt. Nee. Je zit het hele jaar op een druk kantoor. Ja. En nu heb je eindelijk eens 10 dagen geen drukke mensen om je heen. Geen telefoon, geen kranten. Heerlijk! Nee, oké. Ik ben er echt naartoe ook. Ik ben er ook echt naartoe. Hè? Ik heb het verdiend. Je hebt het verdiend, Dolf. Jij ook. Jij hebt het ook verdiend. Je hebt het verdiend. Je hebt het samen verdiend. En daarom, hang nou eens even je waffel. Ik zeg niets, schat. En daarom gaan wij beginnen, meteen nou, alles rustig en kalmpjes aan te doen. Ja, vind ik een goed idee. We gaan eens even lekker zitten, Dolf. Dolf. Wil jij even de stoel uitzetten voor mij? Tuurlijk. Tuurlijk, schat. Doe ik even voor je. Doe ik even voor je. Ah. Oh, sorry. Au! Zo. Zo, schat. Zo. Alsjeblieft, schat. Fijn. Zo. Zit je lekker, schat? Heerlijk, zeg. Voel je lekker, schat? Oh, ik voel me enorm rustig. Oh, fijn. Moet jij ook doen, Dolf. Even lekker gaan zitten. Shit, ja. Ik ga hier even zitten, zo. Ja. Even lekker bij je zitten, zo. Zo, en dan moet je even je ogen sluiten. Ja. Kom je lekker tot rust. Ja. En dan moet je even luisteren naar het lied van de zee. Hoor je het? Hoor niks. Ik ben Joop, ik ben de manager van het vakantiekamp. Rust wat, ik ben Joop, gewoon Joop. Oh. Nou, ik ben Marie, gewoon Marie. Ja. Marie. Welkom, Marie. Tegen. En wie ben jij? Ik ben Dolf. Dolf. Welkom. Hey. Hoe bevalt het hier? Gaat wel. Uitstekend, die ben ik wel. Die ben ik wel dat ik een beetje laat ben. Maar ja, het is hier zo'n krankzinnige drukte. Op het ogenblik, vreselijk. Iedereen heeft stress. En de mensen die komen naar ons toe, want ze willen rust. Oh, zeg schat, als het daar zo druk is, had ik misschien beter op kantoor kunnen blijven. Wil u dat niet doen meer? Ik zou beter op kantoor kunnen blijven, schat. Hè? Wel nee! Hoe komt u daar nog mee? Meneer, zou u zo vriendelijk willen zijn om ons naar de vakantiekom te brengen? Ja, natuurlijk! U zult het hier bij ons heerlijk vinden. Heerlijk. Huh? Ik zal u even voorgaan. Graag. Ga maar mee. Heel graag. Schat, ik doe het spullen. Schat, hoe voel je je nou? He? Lekker rustig. Oh, ik voel me heel anders als toen ik voor huis ging. Heel anders. Thank you.
gezellig, zeg. Gezellig. Ja, ja, het is echt iets heel anders, hè? Ja, ja, ja. Ik denk dat Mente beter zit. Hey. Ja, het is weer het nieuws. Kijk leuk, kijk leuk, kijk leuk, kijk leuk, kijk leuk! Kijk leuk. We hebben het consequent bijzonder eenvoudig gehouden. Geen overdadige luxe. De mensen komen hier voor de rust, 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 rust. Ja, ja. Geen telefoon, geen krant, geen televisie, geen radio. Nou, dat, dat mis ik niet. Ik heb mijn eigen Hilversum 3 bij me. Zo. Nou, ze hebben tenminste een lekker aan de bedden, Dolle. Goed voor je rug? Oh, ja, lekker. Hè? Ik heb een beetje last van mijn rug nou. Oeh, ja. En ik vind het ook zo romantisch, hè, meneer? Ja. Twee bedden boven elkaar. Ja. Oh. Ja, ja. Ja, één voor app en één voor vloed, zeg. Ja. Dolf? Ja? Wil jij even de koffers uitpakken? Ja, zeker, schat. Ga mee, ga mee, ga mee, ga mee. Oké. Vlug! Ja! Zo, kijk even aan! Dit is de... klerenkast! De klerenkast! Ja, het is zeker een klerenkast. Maar ja. Zo, oh, schat! Heb je de barbecue ook meegenomen? Ja, natuurlijk, om te gaan picknicken. Oh. Maar denk er nou even om, Dolf, dat is van gietijzer, dat kan breken, dus een beetje voorzichtig ermee, nou, schat, hè? Ja. Hallo, meisje van 4 jaar, blond haar, vanuit Turkje aan het schaap onder rechterhieltje. Afhalen, post 13. Moet je nou verschrikken? Ja, ik... Nou, hè, dat barbecue hebben we ook wel vergeten. Ja, ik denk dat ik mijn rust ook wel kan vergeten, schat. Als het hier de hele dag zo doorgaat. Believe. Oh. Helemaal niet! Helemaal niet! Helemaal. Nee, af en toe komen er een paar kampmededelingen via onze eigen kampradio. Oh. De mededelingen moeten strikt en strikt worden opgevolgd. Oh. We zijn hier namelijk één grote familie. Ja, meneer, ik begrijp het allemaal wel, hoor. Maar mijn man moet er nog een beetje aan winnen. Die komt hier namelijk wel voor zijn rust. Ja, juist! Rust! Ja. Hang jij van mijn jurk uit? Ja, dat zal ik even doen, schat. Ho! 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 Wat is dat nou? Ho! 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 20% uit zijn risico. Ogenblik. Een klein misverstand. Marie. Jij slaapt niet hier. Oh. Wat zullen we nou krijgen? Eén van de kampregels. Mannen en vrouwen, gescheiden. Oh, nou, dat vind ik een prima idee. Nou, daar ben ik anders helemaal niet zo blij mee, hoor. Oh. Wanneer zie ik die man dan? Overal waar u maar wil. Op de speelweide. Op het natuurstrand. Maaltijd in de kantine. Kantine. Oh, hebben we 2 kantines? Ja. Ik had het nog op de kantine. No. Wat doen we? Ik denk niks. Uitstekend. Maak voort. Waarmee? Hup, hup, hup! Ga je nou mee?
Waar u bij bent. Goed, goed, daar gaan we. Ik zal je wat vertellen. Wat dan? Hmm. Mag ik jou even voorgaan naar de... vrouwenafdeling? Hoe vind jij dat, als ik daarheen moet? Houd die fluit dicht! Vind ik een prima idee. Nou, vind ik een goed idee. Wat zeg jij? Nou, ik vind het een goed idee dat we hier veel recreatie hebben. Pas op, hè. Pas op, laat ik het niet merken. Nee. Oh, schat, en vergeet je koffer niet met je jurk en zo, hè? Tot straks, tot straks, tot straks. Tot ziens, tot ziens. Eindelijk rustig. Hallo, hallo, kampbewoners. Verplicht tanden borstelen. Familie. Oh, als het dan maar een rustige persoon is. Hoor. Oh, wie had het twijfelen? Tieners, kom erin. Ja, dat kan inderdaad. Oh. Ik zeg goedemiddag. Ik zeg nee, hè. Ja. Wil je je voorstellen, Dolf Tieners, Tieners Dolf? Ja. Dolf Tieners, Joop, 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 ik hoop dat jullie het bijzonder prettig met elkaar kunnen zo vinden. Tot straks, tot straks, tot straks. Tot ziens, tot ziens, tot ziens. Zo wat gezellig. Ik word zo nerveus. Ik word nerveus van die man. Nou ja. Oh. Wij gaan hier eens gezellig van onze rust genieten. Zou je denken dat het ervan komt, meneer? Wat? Zou je denken dat het ervan komt met dit ding? Wat? Natuurlijk, meneer. Ja. Waar kan je beter mee relaxen dan met muziek, zeg ik altijd, meneer. Ja, ja. Daarom neem ik mijn instrument altijd mee met vakantie. Oh. Ach, meneer, als u dat zo weet, dan loop ik mee weg, hè, met dat ding. Oh ja? Ja, oh. Zou u mij misschien even kunnen laten zien hoe ver u ermee weggelopen hebt? Ja, ja. Zeg, wat zie ik twee bedden boven elkaar? Ja. Wil u boven of beneden? Nou, ik slaap liever boven. Boven. Hè? Als u dan begint te toeteren, dan zit ik tenminste veilig. Ja, dat is heel... Oh, oh, vanavond om 8 uur is een bingo in de kantine. De mensen die deel willen nemen, moeten zich voor 3 uur vanmiddag opgeven. Ik denk dat ik eens even een lekker riedeltje ga weggeven. Zo. Meneer Rob, zou je er misschien even buiten kunnen doen? Hallo? Zo. Wat is er, meneer? Houdt u niet van muziek? Nou, normaal wel, maar ik bedoel, ik kan er niet zo goed mee tegen. Oh, oh. Ik heb een druk leven. Ik ben hier gekomen voor mijn rust, meneer. Maar ik ben over mijn toeren van die zenuwrijden die hier rondlopen. Oh, ja. Ik heb een druk kantoor, ik heb een druk gezin, ik heb 6 kinderen. Ik wil een beetje de rust komen. Begrijp je goed? Dat is toch wel wat. Ben ik gewoon aan elkaar aan kant. 6 kinderen, dat noemt u wat op? Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Ja, dat moet wel, dat moet wel. We wonen vlak naar Schiphol, oh. Langs de startbaan, de bulderbaan. Ja, ja. En elke morgen om 6 uur vertrekt er zo'n jumbo jet naar New York. New York, ja, ja. En dan worden we wakker van, dan zitten we recht over in bed. S'morgens om 6 uur? Ja, ja.
Is te vroeg om op te staan en te laat om al te gaan slapen. Ja. Zo doen we het. Ja, ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat wel, meneer. Dat gezin van u, dat blijft zich ook uitbreiden. Nee, ik heb een nieuw middel gevonden voor geboortebeperking. Oh ja? Ja. Wat is dat? Oorkleppen. Hallo, en vanmiddagslaapje. Half uur verplicht. Rust. Ik ben hier over mijn toeren. Ja, allemaal lekker rust. Ja, u moet maar lekker. Allemaal uit. Ik ga eindelijk aan de band. Gezellig, even plat. Een half uurtje, dan moet je eens kijken hoe je bij komt. Zeg meneer, ik zie u direct wel, hè? Okay. Zo. Oh, gezellig, meneer. Ik weg. Zo. Zeg, Tines, je pietfluit. Ja. Je pietfluit. Dat hoor ik niet meer, meneer. En hoor, laat maar gaan. Ik kan niet slapen. Ja, maar laat maar. Het beest heeft ook vakantie. Stil. Stil. Pas. Stilte! Ik heb een goede man. Nou, ik ben geduld op. Eerst die zenuwlijn en nou jij. Pas er goed op. Hier heb ik het!